Goedenavond. Hij heeft misschien wel de moeilijkste baan in Nederland, want zijn personeel zit letterlijk in de frontlinie. En soms gaat het mis, dan sneuvelt een van zijn mensen. Dat gebeurde met zijn eigen zoon, luitenant Dennis van Um en soldaat Mark Schouwing. Hij is vanavond te gast in de eerste aflevering van Nova College Tour hier op de Rijksuniversiteit in Groningen. De baas van het Nederlandse leger, de commandant der strijdkrachten, generaal Peter van Um. Nou, we zijn op de Rijksuniversiteit Groningen. Studenten van deze universiteit zijn hier, maar ook studenten van de Koninklijke Militaire Academie. U heeft ze gezien. Ik kondig u aan met een zware baan. Het lijkt mij de zwaarste baan die je kunt hebben. Hoe zwaar is deze functie die u bekleedt? Ja, dat hangt er maar vanaf hoe je ernaar kijkt. Als u het mijn vrouw zou vragen, dan zou ze daar absoluut een andere mening over hebben, denk ik. Maar het is een 24/7 job. Je bent dag en nacht bezig. Ook omdat al je eenheden in de missie zijn of hier in Nederland ergens aan het steunen zijn. En daarnaast voel je continu die verantwoordelijkheid voor die militairen die je gereed moet stellen. De randvoorwaarden moet scheppen voor wat ze doen, maar ook wat ze daadwerkelijk in de missies doen. Ja, en dan is het een zware baan, dat geef ik wel toe. En daarbij kan iedere dag of nacht kan een telefoontje komen dat er ergens iets mis is gegaan. Ja, dat is inderdaad zo. Toen ik aantrad op mijn functie, toen hadden de mensen het idee dat als er persberichten over defensie kwamen, dat ze die dan ook gelijk aan mij moesten doorzetten. Maar realiseerden zich niet dat ik dag en nacht mijn telefoon naast me heb. En dan lig je om 3 uur 's nachts stijf in je bed met grote ogen open. Omdat er een berichtje wordt doorgezet, omdat er in een Australische krant wat staat. Dus daar hebben we nog afspraken over moeten maken. Want ik denk dan op zulke momenten aan hele andere dingen. Ja, want u denkt dan aan? Ja, dan denk je toch aan een commandant die ergens in het missiegebied je nodig heeft of informatie wil geven. Want dat is toch de eerste gedachte die natuurlijk bovenkomt. En ja, je gaat ermee naar bed en je staat ermee op. Dat wil niet zeggen dat het je wakker houdt, maar je bent er wel continu alert op. Laten we beginnen bij het begin. U bent ooit een keer heeft u besloten om dit vak te gaan doen. Wat was het moment waarop u wist, ik wil het leger in? Nou, het leger in had ik nog niet gelijk in de gaten, maar ik werd in eerste instantie eigenlijk met beelden vanuit de Tweede Wereldoorlog enorm getroffen door één persoon. En dat was toch die krachtdadige oude man Winston Churchill. Ik was geboren en getogen in Nijmegen. Krijg daar wat mee van wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, dus je begint je erin te verdiepen. En zo ergens in mijn middelbare schooltijd wordt je interesse daar steeds groter in. En op een gegeven moment ging ik naar mijn moeder. En vroeg ik of ik een grote serie boeken mocht kopen. 5 van die dikke boeken over de Tweede Wereldoorlog. En mijn moeder keek mij aan en hoe ga je dat betalen? Maar ik had mijn zondagsoortjes. Dat zal de jongelui misschien niet zoveel meer zeggen. Zondagsgeld, hoe bij dat? Had ik al redelijk van gespaard. En de deal met mijn moeder was dat ik die boeken zelf zou betalen. En daar was ik gaande toe bereid. Dus die boeken heb ik besteld. En die heb ik helemaal doorgeworsteld. En ik denk, ja, in het doorworstelen van die boeken is het mij steeds duidelijker geworden dat er toch hele belangrijke dingen, niet alleen in Nijmegen en omgeving, maar in de Tweede Wereldoorlog zijn gebeurd. En dat er ook een heleboel mensen bereid zijn geweest om anderen te helpen. Ook het gevoel van samen onder moeilijke omstandigheden dingen doen. Nou, dat soort dingen sprak mij aan. En zo is langzamerhand dat proces hierboven gaan lopen. En wilde ik wel naar de Koninklijke Militaire Academie. U noemde Winston Churchill. Laten we even kijken naar de man die u geïnspireerd heeft voor dit bestaan. Ja. The Battle of France is over. The Battle of Britain is about to begin. Upon this battle depends the survival of Christian civilization. Upon it depends our own British life and the long continuity of our institutions and our empire. Let us therefore brace ourselves to our duty. So bear ourselves that if the British Empire and its Commonwealth last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour. Het spreekt bijna voor zich, maar waarom Churchill als de belangrijkste leider voor u? Ja, als jongeling werd ik getroffen door een aantal beelden die ik op televisie had gezien, die ik in kranten had gezien. En misschien was het wel eigenlijk, als je hem ziet, ook in deze beelden, een grumpy old man. Mm-hmm. Met een rugzak vol aan levenservaring.
ook in oorlogstijd, in de Boerenoorlog, Eerste Wereldoorlog. En die dan toch voor een land gaat staan. Een land in nood, een wereld in oorlog. En die zegt, wij gaan er met z'n allen voor. En wij gaan zorgen dat er een goede toekomst komt. Ja, dat beeld sprak mij enorm aan. Ja. Leiderschap, daar gaat het over. Laten we kijken wat de studenten van u willen weten. Daar komt de eerste aan, achter. Wat is volgens u het belangrijkste kenmerk van een goede leider? Als een goede leider niet eerlijk en duidelijk is naar zijn mensen, dan vervalt alles. Maar daarnaast, hij moet ook op die momenten dat het nodig is, voor, achter of naast zijn mensen staan. Dat hangt van de situatie af. En voorbeeld geven is heel erg belangrijk. Je moet van je mensen eisen. En in ons beroep als militair eisen we heel veel van onze mensen. Maar je moet uiteindelijk zelf dat ook kunnen. Een ander ding wat heel erg belangrijk is bij ons métier, maar leiding geven ons métier, is vertrouwen. En veel mensen denken dat vertrouwen een eenwegstraat is, maar voor mij is het een two-way-street. Vertrouwen is van de leidinggevende naar degene die leiding krijgt, maar ook andersom. Dank u wel. Volgende vraag. Ja, de militairen gaan eerst, hè, hier. Cornet Geurts, generaal. Binnen Marseille kennen wij de term leiderschap met lef. Wat is uw visie op leiderschap met lef en hoe ziet u dat terug of hoe zou u dat terug willen zien bij onze huidige leiders, waaronder uzelf? En met name onze leiders in uitzendingsgebieden. Ja, nou, ik denk dat de leiders in de uitzendgebieden al heel grote uitdagingen hebben. We hebben heel veel jonge mensen in onze organisatie die grote verantwoordelijkheid krijgen. Als de cornet dadelijk luitenant wordt, dan gaat hij misschien op uitzending en heeft hij de verantwoordelijkheid over een hoofdmateriaal, een hoop mensen waar hij verantwoordelijk voor is. En dan moet hij leiding geven met lef. Dat betekent goede afwegingen maken, goede besluiten nemen. Maar, en dat ziet men vaak niet bij leiderschap met lef, dat is je ook kwetsbaar op durven stellen. Dank u wel. Wat betekent eigenlijk de generaal voor jou? Is hij gewoon commandant of is hij een soort almachtige, wetende figuur in het leger? Dat vroeg ik me af. Het kan alleen het laatste zijn. Ja, dan een vraag. Dag generaal Van Hummen, mijn naam is Nick Nieuwenhuis. Ik ben derdejaars student wijsbegeerte en tevens ook militair. Ik ben part-time militair bij de Nationale Reservisten. U zei net eerlijkheid en duidelijkheid, maar je merkt toch ook heel erg in een militair systeem dat er een bepaalde need-to-know basis is. En dat er eerlijkheid nooit volstrekt alles altijd is, zeg maar. Dat is ook niet altijd nodig en sterker nog, het is niet altijd wenselijk, omdat het tactische gevolgen kan hebben wanneer je troepen vertelt van dat het toch echt ten einde raad is en dat we allemaal dood zullen gaan. Dus ik vraag me af, in hoeverre bedoelt u dat precies, eerlijkheid? Zeg maar? Nou, op die momenten dat je voor operationele veiligheid niet alles aan je mensen zou kunnen vertellen, dan maak je dus een afweging en dan doe je dat niet. Je moet wel daarna, als de actie is geweest, verantwoording aan je mensen durven afleggen. En je moet ze wel kunnen uitleggen waarom je dat op dat moment niet hebt gedaan. Dus wat wij nu juist doen, is mensen vertellen wat ze moeten doen. En ze moeten vanuit hun opleiding al weten hoe ze dat moeten invullen. En als ze weten wat de baas, en wij noemen dat dan in militaire termen commandant, wat de commandant wil, ook als de commandant er dan niet is, handelen die mensen, zoals wij dan zeggen, naar de geest van de commandant. En weten ze toch hoe ze moeten invullen als ze niet meer kunnen vragen om directieven. Waarom combineer jij die studiefilosofie met een vrijwilligersbestaan in het leger? Ja, ik vermoed dat ik de enige filosoof ben van Nederland die ook inderdaad in een militair apparaat... Het is een krankzinnige combinatie. Ja, maar het is, aan de ene kant heb je een ontzettende open-minded, academische, relativistische wereld, zeg maar, waar je eigenlijk door de week in bevindt. En het is heel lekker voor de afwisseling, vind ik, om juist in de weekenden meestal in een strak militair systeem te zitten. Dat heeft iets, zeg maar. Dan is het niet denken, maar doen. En dat, nou, dat vind ik fijn. Dat is leuk. Gaaf afwisseling. Maar ik heb altijd nog... Kunt u het vast niet mee eens zijn. Niet denken, maar doen. Nee hoor, maar laat duidelijk zijn, wat mij betreft, zijn er niet zoveel van die krankzinnige combinaties. Als we naar de krijgsmacht kijken, dan zien we dat de krijgsmacht eigenlijk een kleine maatschappij op zich is. Want bijna alle disciplines uit de Nederlandse maatschappij, die vind je op een of andere vorm bij de krijgsmacht ook wel terug. Nee, maar het gaat er even om, u geeft de bevelen. En hij moet ze opvolgen. En hij en iedereen hier in uniform. Dus het is niet de bedoeling dat mensen heel zelfstandig gaan denken toch in uw organisatie? Nou, graag wel. Wel? Graag wel. Wij proberen onze mensen op te leiden tot zelfstandig denkende, actieve mensen die ook kritisch zijn. Die meedenken met die bazen, hun inbreng ook aan die bazen geven. Maar als uiteindelijk de uitvoering er is, en er is geen, want men denkt vaak aan tijd, maar het kan ook gewoon zijn dat je de verbindingsmiddelen niet met elkaar hebt om nog een keer directieven te geven, ja, dan is linksaf echt linksaf.
We hebben het steeds over leiderschap. Er is een prachtige documentaire gemaakt over mensen in het Nederlandse leger die in missiegebieden hebben gezeten, in Libanon, in Cambodja. De maakster is Hedy Honigman en de documentaire heet Crazy. Dit is een fragment over leiderschap waarin een generaal, een collega van u, optreedt. Bij de Koninklijke Marine, daar hebben wij een traditie. De commandant van het schip, die is, om de positie van de commandant nog eens te benadrukken, die is wat wij noemen alleen tafelhoudend. Hij eet alleen. En dat is toch een beetje om te bewerkstelligen dat hij een moment heeft waarop hij alleen is, waarop hij kan reflecteren op wat er zo gedurende de dag is gebeurd. In zo'n club kan er altijd maar één verantwoordelijk zijn. Dat is de commandant. Dus als het goed gaat, of als het fout gaat, is er altijd maar één die, om het zo te zeggen, kop van jut is. Ja, commandant zijn houdt in dat je uiteindelijk de integrale verantwoordelijke bent van wat jouw eenheid doet of nalaten doen. Want dat wordt vaak vergeten. En dat betekent dat... Dat is misschien wel het belangrijkste, of niet? Als een eenheid nalaat iets om te doen. Geef eens een voorbeeld waarin in welk geval dat heel ernstig is. Nou, als je in een situatie terechtkomt waarbij je eigenlijk gehouden bent om mensen te helpen en je doet het niet, dan neem je echt een verkeerd besluit. Dus daar vind ik die verantwoordelijkheid heel nadrukkelijk. Dan laat je iets na om te doen en dan word je daar ook voor aangesproken. Ja. We hebben militairen hier zitten, maar ik wilde even vragen, wie van jullie van de studenten hier aan de Universiteit van Groningen heeft ooit overwogen, of wil dat misschien wel, om het leger in te gaan? Steek even je hand op als je dat... Ik pak even pen en papier. ja, dat is, u heeft ze nodig, hè, deze mensen. Want het bizarre is in uw organisatie, we zitten in een tijd van een economische crisis die zijn weerga niet kent. En u heeft hoeveel vacatures op dit moment? Ja, we hebben ruim 7000 vacatures. Dus daarom, u bent allemaal welkom. Het is onvoorstelbaar bijna dat er zoveel banen zijn. Laten we even kijken, want u doet er alles aan om mensen te werven via spotjes en zelfs via de website Geen Stel. Even kijken. Zit! En zit! Zit. Ja, nu maar zit. Zit! Zit! Ongeschikt. Bang! Zo, zie je dat konijntje? Bang! Dood! Ja, een spotje en Geen Stijl. Werkt het eigenlijk? Rutger van Geen Stijl op pad sturen naar missiegebieden. Dit was geloof ik in Noorwegen, hij was ook in Oeroesgan. Ziet u dan een toename in het aantal aanmeldingen? Nou, niet direct, maar we zien wel dat in ieder geval die sites heel veel bekeken worden. En het geeft toch een heel goed beeld van waar onze organisatie voor staat. Dat ook met de beelden geschikt, ongeschikt. We laten ook aan de mensen zien dat niet iedereen geschikt is voor die krijgsmacht. Wij hebben een zeer complexe taak. Wij eisen heel veel van onze mensen. Dat betekent ook dat niet iedereen dat kan. Laten we kijken of er vragen zijn hierover. Meneer Van Uym, ik ben Dick van Harst. Ik ben student. Internationale betrekkingen. En een tijdje geleden ben ik op de legerbasis van Assen geweest met mijn studievereniging. En daar kwamen de spotjes ook ter sprake. En de soldaten daar die zeiden dat die spotjes dermate veel geld kosten, dat het misschien financieel en ook makkelijker zou zijn voor Defensie als dat geld wat gestoken werd in die spotjes gegeven zou worden als bonussen aan soldaten om aan te blijven. In plaats van dat ze nadat hun contract afgelopen is, ja, weggingen omdat ze niet genoeg geld verdienen binnen Defensie op dit moment. Ja. Bonussen voor soldaten. Dat lijkt me een toverwoord in deze situatie, in deze tijd. Maar geld verspild, zegt deze student. We hebben een bonus voor mensen die een nieuwe collega bij ons aanbrengen en die dan ook zijn opleiding afronden. Hoeveel? Dus we zoeken eigenlijk naar een hoeveel krijg je dan? Als je... Men krijgt dan 1000 euro. Zo. Dus iedereen hier in de zaal met een uniform aan en die iemand aanbrengt bij uw organisatie krijgt 1000 euro. Ja, maar we zeggen er wel bij. Dan moet diegene dan ook de opleiding hebben vervolmaakt.
En op een functie zijn geplaatst. Want de deal van hier heb je 1000 euro en morgen ben ik weg, we gaan samen de kroeg in, daar zijn we niet van. U had het over leiderschap en over wat het betekent om in een buitenlands missiegebied te werken. Een van uw eerste buitenlandse missies was in Libanon voor UNIFIL. Ook daarover nog een kort fragment uit de documentaire Crazy, over de soldaten die daar toen hebben gezeten. Ik dacht heel diep na en probeerde te analyseren wat er met ons gebeurde. Ik wist wel, langzaam, maar heel zeker werd onze jeugdige onschuld gesloopt. We veranderden van vrolijke jonge jongens in verbitterde, zwoegende mannen in een heel beperkte wereld. Onze wereld werd met de dag meer beperkt tot een wereld die zich kenmerkte door honger, dorst, zware arbeid, angst en toenemende kortzichtigheid. Elke dag langer in Libanon namen we meer afstand van emoties. Er was in onze wereld niets meer van vroeger overgebleven. Helemaal niets meer, afgezien dan de wekelijkse brief van thuis. We hadden met niemand meer contact. Er was geen telefoon, er was geen uurtje vrij. Er was geen even iets anders doen, er was geen privacy. Er was alleen maar een dor gebergte om ons heen en we waren met elkaar. We hadden elkaar ontzettend hard nodig om te overleven, om niet gek te worden. En juist daarom hadden we zo'n hekel aan elkaar. Ziet u mensen veranderen na een buitenlandse missie? Ja, ik zie mensen veranderen. Het is toch iets zeer indringends wat je in je leven meemaakt. En als we daar op de goede manier mee omgaan, en dat proberen we echt met z'n allen. Dat betekent mensen goed opleiden, goed vormen tussen de oren. Ze bekendmaken met de cultuur waar je naartoe gaat. Want dat is belangrijk om te begrijpen wat daar allemaal speelt. Dan kan het een hele verrijkende ervaring zijn. Zijn er momenten in de missie in Libanon die u nooit meer zult vergeten? Absoluut. Bijvoorbeeld? Ja, de meest indringende dingen zijn toch als je mensen verliest. En ik heb een van mijn soldaten heb ik verloren door een ongeluk. En ik kan in mijn hoofd rationeel weet ik dat ik daar niets aan kon doen. Maar ik zal altijd dat gevoelsmatige schuldgevoel hebben. En ik weet dat ik geen schuld heb, maar toch, en nu weer. Altijd als ik daaraan denk, krijg ik gewoon een fysieke reactie, krijg ik kippenvel. Omdat ik toch ergens vind van iedere keer weer die vraag van, had ik niet wat anders kunnen doen, had ik niet kunnen voorkomen. Wat gebeurde er met die jongen? Hij is uiteindelijk door een schietincident overleden. En hij was eigenlijk op slag dood. En u was de commandant of de leider van die club? Ja, ik was de leider van die club. En als zoiets gebeurt, dan begin je eerst heel rationeel te werken, want je probeert hem nog te redden natuurlijk. Was u erbij toen dat gebeurde? Nee, ik was op afstand. Ik was in mijn commandopost op dat moment. Dus vanuit mijn commandopost heb ik toen geprobeerd alle hulp in gang te zetten. En ook het gebied, wat wij dan maar noemen, af te schermen. Zodat we daar rustig die knul zouden kunnen helpen. En uiteindelijk hem naar een ziekenhuis te krijgen. En dan ben je zo verdraaid rationeel. Dan ben je zo intensief bezig. Alles neem je op, neem je mee in je afwegingen. En een van de dingen die ik dan ook zelf bij zo'n uitzending heb geleerd, is dat je denkt dat je op 100% kunt functioneren, maar dat in sommige omstandigheden wel lijkt of die processor daarboven 200% aan kan. Maar je weet ook dat er daarna een klap komt, want als je dan alles geregeld hebt en alles is weg, dan is de accu ook behoorlijk leeggetrokken. Maar deze jongens in dat fragment die beschrijven eigenlijk hoe ze hun onschuld en hun naïviteit verliezen. Ja. Is dat wat met u toen ook gebeurd is, toen dat schietincident plaatsvond? Mijn onschuld en naïviteit. Je probeert, ik was beroepsmilitair, je probeert serieus in je vak te staan. Je probeert af te wegen van tevoren wat je allemaal kan overkomen. Maar uiteindelijk is het toch anders als je er middenin staat. En je kunt je er nog zo op prepareren. Maar als je die uitzending hebt gedaan, dan weet je pas echt of je het ook kunt. En dat is denk ik een vraag waar veel van de jonge collega's hier in de zaal ook mee zitten. Kan ik dat? En wij kunnen geleerde lessen aan hun meegeven. We kunnen ervaringen overdragen, maar uiteindelijk moet het bij jou verinnerlijken. En moet je toch voor jezelf ook die staat kunnen maken van kan ik het of kan ik het niet. Hoe bereidt u mensen voor die nu in het leger zitten of studenten die het leger in willen, op de uiterste consequentie? Op het feit dat je je leven kunt laten tijdens een buitenlandse missie? Ja. Nou, dat begint eigenlijk al met de uiting in de reclame dat niet iedereen geschikt is.
Daar is echt over nagedacht. Ja, maar daar moet ik toch vooral om lachen. Ik bedoel, dat is een humoristisch spotje. Maar het is een humoristisch spotje, maar het zendt wel een signaal uit. Dan gaat het om hoe we de mensen bij ons binnenkrijgen. Want in de opleiding beginnen we de mensen dus al te vormen. Naast dat we ze gewoon vakman, vakvrouw maken, hun vak leren, proberen we ook bij die mensen dus tussen de oren te krijgen wat uiteindelijk het vak is en wat de consequenties daarvan zijn. Daar hoort ook bij dat we duidelijk zijn over de ultieme consequentie die aan dit werk zit. En dat betekent dat we dus ook met de mensen spreken voordat ze op uitzending gaan, dat ze hun dingen goed moeten regelen voordat ze weggaan. Ja. Ik sprak in Amerika met moeders van militairen, in dit geval met een moeder van een marinier die uitgezonden werd naar Irak. En zij wilde absoluut niet dat haar zoon ging. En daar vertelde ze over in het volgende filmpje. People that have lost their children have told me, do anything you can to keep him from going. So, what do? How do you react to that kind of statement? Do you go ahead and, you know, shoot out his kneecaps? Do you drug him and take him to Canada? I feel like I'd like to do that, but then I know he'll hate me for it. Do you push your child in front of a bus? That's what I feel like I'm doing. Like, I'm just taking him and I'm throwing him away and I'm letting him die. Begrijpt u haar positie van deze moeder? Maar al te goed. En ik denk dat er een heleboel mensen in Nederland zijn die met kinderen of partners zo'nzelfde gevoel hebben. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen hun eigen keuzes maken in het leven. En dat er mensen zijn die bereid zijn om dat uniform aan te trekken en bereid zijn om dat militaire beroep uit te voeren. En als zij daarin geloven en je leeft in hun omgeving, om het zo maar te zeggen, dan vind ik dat je hun keus moet respecteren. En het zijn allemaal weldenkende jonge mensen, dus we gaan ervan uit dat ze een bewuste keus maken. Dan moet je ze daarin respecteren en wat mij betreft moet je er ook in steunen. Hoe was dat bij uw ouders? Was u bijvoorbeeld, dat we het nu over moeders hebben, was uw moeder voor het feit dat u dit werk ging doen? Mijn moeder vond het prima. En mijn vader was een dienstplichtige soldaat in de Tweede Wereldoorlog. En die had daarna ook nog wat in het verzet gedaan. Die vond het alleen maar prima. Dus er was geen twijfel over wat u ging doen? Nee, bij ons thuis in het gezin was er geen twijfel over. Ja. We weten allemaal dat uw zoon vorig jaar is overleden toen hij op een bermbom reed. Hij niet alleen, Mark Schouwink ook. Heeft u het met uw zoon hierover gehad? Eigenlijk over de risico's, de consequenties van het beroep? Ja. Ja, anders dan zou ik twee werelden niet bij elkaar kunnen brengen. Ja. Ik voel mij net zo verantwoordelijk voor al die jonge lui hier in dat pak. Als voor mijn zoon die in dienst gaat. En natuurlijk spreek je van tevoren daar met je zoon over. En natuurlijk heb ik met mijn zoon erover gesproken van, weet je zeker dat je wel in dienst gaat? Want hij moest het niet voor zijn vader doen. Hij moest het zelf willen. En dat is, nou dat heeft wel wat gesprekstof gekost. Voordat ik er in ieder geval van overtuigd was dat hij het niet deed om zijn vader een plezier te doen. Mijn jongere broer is ook de dienst ingegaan. Misschien steek ik het wat aan bij mensen door mijn enthousiasme. Maar hij moest zijn eigen keus maken. En als hij dat wilde, hij wilde ook precies hetzelfde als zijn vader en zijn oom. Hij wilde naar de infanterie. En dan heb ik ook gezegd, ja, waarvoor hetzelfde als papa? En dan kom je in die gesprekken natuurlijk ook op van, weet hoe moeilijk dit vak is. Want het is wel een beroep, het is een vak. En als jij leiding wil geven, weet hoe belangrijk dat is. Dus ook daar zijn eerlijk en duidelijk echt tussen vader en zoon gewisseld. Was er twijfel bij u? Over mijn zoon? Jazeker. Ik wilde voor mijzelf 100% zeker weten dat hij degene was die het wilde. En als hij dat wilde, dan had hij me. Vraag in de zaal. Sandra, ik ben derdejaars studenten. En ik had eigenlijk nog gewoon inderdaad een persoonlijke vraag. Waren u in tijden van tegenslag, bijvoorbeeld toen uw zoon overleed, de kracht vandaan had om toch door te gaan met uw beroep? Heeft u nooit gehad van, ja, dit is echt, ik stop daarmee? Nou, heel even wel. In eerste instantie denk je toch van, gooi het bijltje erbij neer, bekijk het maar. Maar dat is maar heel kort geweest. Je aanvaardt een ambt, je voelt je verdraaid verantwoordelijk als commandant de strijdkrachten voor die hele krijgsmacht, voor al die militairen.
En misschien had ik een keus, misschien. Maar die keus, daar wil je eigenlijk uiteindelijk niet verstandelijk over nadenken. Je bent verantwoordelijk ervoor en je gaat door. En ik had ook eigenlijk geen keus, want ik zou mijn zoon vreselijk teleurstellen. Mezelf ook, maar dat zou ik nog misschien wat mee kunnen. Maar ik zou mijn zoon vreselijk teleurstellen als ik ermee gestopt was. Dank u wel. Ja. Vorig jaar, na dat bericht van uw zoon, gaf u een persconferentie. Heel snel na de gebeurtenis. Laten we even kijken. Vrijdagochtend, toen ik echt voor het eerst in mijn functie achter mijn bureau zat, vertelde mijn plaatsvervanger dat Mark Schouwink en mijn zoon Dennis gesneuveld waren. En dat er ook nog twee zwaar gewonden waren. Dan wil je even niet achter dat bureau zitten. We hebben het over hoe loodzwaar uw functie is. En ik denk dat dat hieruit blijkt. U heeft eerder gesproken over, over uw zoon die ook nog een brief geschreven heeft. Aan u, eigenlijk op uw verzoek, hè, voor dit soort situaties. Ja. Vraagt u dat aan alle militairen of was dat alleen bij uw zoon het geval? In ieder geval geven we de militairen in overweging. Men moet sowieso, voor men op uitzending gaat, een handleiding nabestaanden invullen. Dat is heel confronterend. Maar dat is wel een consequentie van het beroep wat je kiest. Dus zorg dat je het goed regelt. Dat is ook fair naar de mensen die achterblijven. En mijn zoon is op zijn eerste missie naar Irak toegegaan. Toen heb ik hem verteld van, goh, Dennis, misschien is het handig dat je nog een paar dingen opschrijft die je misschien ooit aan ons kwijt wil. Dus we hebben echt over die materie gesproken. Heeft hij toen niet gedaan. Dus ik heb hem nog één keer een hint gegeven voor zijn tweede uitzending naar Afghanistan. Dat was niet nodig. En dus de dag voordat hij wegging, kwam hij met een weliswaar een envelop die helemaal dichtgeplakt was met tape. Want het was niet de bedoeling dat ik hem ging openmaken. Alleen als het echt niet anders kon. En de bedoeling, we hadden eigenlijk afgesproken dat als hij terug was, dat we hem samen ritueel zouden verbranden. Nou, dat moment is er niet meer gekomen. Dat is het dierbaarste bezit misschien wel, wat u heeft. Ja, die brief. Ja, zo'n brief wil je niet lezen, wil je niet hebben. Maar als het dan gebeurt, is dit zo mooi. Ja. Een aantal moeders die ik sprak in Amerika, die hetzelfde hebben ervaren als u, die lezen voor uit de brieven die zij hebben gekregen van hun zonen die overleden zijn in Irak. Thanks for being my mom. I love you with all my heart. I know now how much I mean to you because I know what it means to sacrifice for another like you did me. You gave it all up for me. I was your best friend and here we are 25 years later and guess what? I'm still your best friend. I gotta go. I miss your mom. Love your son, Jacob. Well, mother, my feet have been placed on the firm ground. Without you teaching me what you have, it would not have been possible. As I sit here in tears, I thank you. The good news is I will be home to see you in September or October, the latest. Love, Raheem. Your life changes in a second. Your life is never the same. I will live my life as best I can, but the joy is gone. The spark of light is gone. Helpt het, zo'n brief? Ja, ik zal die brief weer niet lezen. Ik kan hem nu nog steeds heel moeilijk lezen. Maar het helpt wel. En ja, u ziet hoe deze mensen ermee omgaan, hoe belangrijk zo'n brief voor ze is. En die is voor ons ook heel erg belangrijk. Niet alleen voor mijn vrouw en mij, maar ook voor onze dochter. Voor de vriendin van Dennis. Ja, dit is zo belangrijk. We hebben ter nagedachtenis aan de 18 mensen, 18 Nederlandse soldaten die zijn gesneuveld in Afghanistan in samenwerking met u, met de ouders van al deze mensen, hebben we begrepen. Als krijgsmacht proberen wij de mensen, de nabestaanden, te helpen. En organiseren wij, ja, het is een gruwelijk woord, maar lotgenotendagen. De mensen die willen, kunnen daar bij elkaar komen om elkaar te steunen, ervaringen uit te wisselen.
En zo proberen wij al die families, de nabestaanden, gewoon, ja, waar we maar kan, proberen we ze te helpen. Mijn vrouw en ik zijn niet geweest. Ik zit in die vreselijk dubbele situatie dat ik daar een van de lotgenoten ben. En dat ik ook de hoogste baas van de krijgsmacht ben. En nou ja, mijn vrouw en ik, wij willen niet dat dat een last legt op die dagen. Dus wij willen die mensen niet in de weg zitten. We moeten daar als lotgenoten praten. En die mensen zullen nooit helemaal weg kunnen stappen. Maar wij kennen bijna alle nabestaanden van de mensen die hier overleden zijn. Want die hebben we echt persoonlijk gesproken. En dat zijn gesprekken die zijn bijna surrealistisch. Want aan de ene kant ben je lotgenoot. Aan de andere kant ben je vader van ook een overledene. Maar je bent ook nog, je blijft die hoogste baas van die krijgsmacht. Dus die gesprekken dwarrelen ook helemaal door elkaar. En we begrijpen het allemaal aan die tafel. Maar dat is niet uit elkaar te halen. Dus daarom hebben wij besloten om daar niet naartoe te gaan. Om die last niet op die mensen te leggen. En op die dag. Vraag hierover. De zaal. Hallo, mijn naam is Judith Bartel, student American Studies. Ik moet eerlijk zeggen, ik krijg echt kippenvel van als ik dat filmpje zie met al die jonge mannen die hun leven hebben gegeven voor een hoger doel. Mijn vraag aan u is eigenlijk, het is heel moeilijk om nu al geschiedenis te schrijven. Maar stel, u kunt 20 jaar in de toekomst kijken. Hoe ziet Afghanistan er dan uit? En ja, zijn de offers die Nederland heeft gebracht en die Nederlanders hebben gebracht en uw zoon onder andere, zijn die offers het over 20 jaar misschien waard geweest? Kunnen we dat dan zien? Ja, ik heb geen kristallen bol. U zegt het zelf, want het is moeilijk om vooruit te kijken. Maar mijn beeld van de toekomst van Afghanistan is dat de Afghanen geregeerd worden door een Afghaanse wettelijke regering. En waarbij zij een balans vinden in wat wij democratie noemen. En aan de andere kant datgene wat er al eeuwenlang in Afghanistan is. De stammen. En ik hoop, maar 20 jaar vind ik absoluut een juist perspectief. Wij westerse mensen zijn nogal gehaast en willen snel meningen, oordelen en resultaat hebben. Maar als je naar het tempo kijkt in Afghanistan, dat is van hele andere orde. En laten we eerlijk zijn, als je naar de Balkan gaat kijken, wat er veel dichter bij huis is, daar hebben we ook al heel lang nodig om die conflicten te boven te komen. Dus geef Afghanistan dan ook die tijd. Laten we kijken naar een samenvatting die we hebben gemaakt van de kritiek op de missie van de afgelopen dagen, de afgelopen weken. Gaat het nou beter of gaat het slechter? Het gaat al jaren niet goed in die zin dat wij onvoldoende en in slagen om die veiligheid te garanderen aan de bevolking in Afghanistan waarvoor wij daar zijn. It is unacceptable that almost 7 years after nearly 3,000 Americans were killed on our soil, the terrorists who attacked us on 9/11 are still at large. What we have inherited, essentially, is a situation with very grand rhetoric and inadequate and insufficient resources. The disproportionate use of force to a situation and the lack of coordination with the Afghan government is causing these casualties. Wij vernielen hun huizen. Wij vermoorden hun kinderen en vrouwen. Wij vernietigen hun papaveroogst. Al die dorpen die verbouwen papaver, dat is de belangrijkste bron van inkomsten. Dus dan moet je niet denken dat we er vrienden maken. We maken daar veel meer kapot dan dat we er ooit op kunnen bouwen. De kritiek op de missie, niet van de minste. President Obama zit erin, uw eigen minister, Van Middelkoop is ook niet helemaal zeker of het nu wel zin heeft. Wat is uw reactie als u dit ziet? Nou, als ik mag reageren op die kritiek, dan zeg ik dat je dat allemaal op zich moet bezien. Ik ga niet zeggen dat alles perfect verloopt. Het is een hele complexe missie. Waarbij we samen met de Afghanen proberen iets voor dat land neer te zetten. En dan gaan er, dat kan ik ook nooit wegcijferen, gaan er dingen fout en vallen er burgerslachtoffers. Maar het beeld wat hier wordt neergezet, dat van alles maar kapot wordt gemaakt. Dat wij, de Afghaanse bevolking, eigenlijk de grootste, nou ik zou bijna zeggen zoals zij hier niemand zegt, dat wij de grootste ergernis voor de Afghaanse bevolking zijn. Nou, dat kan ik echt bestrijden aan alle kanten. Er is recent een onderzoek gedaan door de BBC en de Duitse ARD
over heel Afghanistan bij de Afghaanse bevolking. En daar komt evident uit dat zij begrijpen dat de buitenlandse troepen uiteindelijk toch voordeel en baat brengt voor de bevolking. En dat de steun voor de Taliban op maar een klein percentage in de bevolking berust. Volgende vraag. Ik vroeg me af, is het niet heel moeilijk om burgers en terroristen, of Taliban, hoe je ze ook maar noemt, van elkaar te onderscheiden? Hoe ga je daarmee om? Ja, dat is een van de meest lastige dingen. Onze tegenstanders houden zich aan God noch gebod. Daar waar wij ons houden aan alle humanitaire oorlogsregels, nou, regels die er zijn in conflicten, zien we dat tegenstanders zich daar niet aan houden. En zij, ja, als ze hun wapens en munitie en dergelijke niet bij zich hebben, dan lopen ze er echt als Afghaanse burger bij. En is het heel moeilijk voor ons om te constateren wie ze zijn. Daarom werken we ook zo graag samen met de Afghaanse politie en de Afghaanse militairen, want die zien dat veel eerder als wij. De Afghanistan-conferentie die begint volgende week dinsdag. De hele wereld komt naar Nederland. Hillary Clinton komt hier naartoe, de president van Afghanistan, Karzai. Wat verwacht u daarvan? Wat is voor u de ideale uitkomst van die conferentie? Nou, het mooiste zou zijn als de internationale gemeenschap gezamenlijk achter, ik denk dat Kai Eide als voorzitter dat signaal zou moeten afgeven, dat de hele internationale gemeenschap achter de steun voor Afghanistan gaat staan en dat we gezamenlijk met dezelfde aanpak die onderstrepen, proberen het Afghaanse land zo snel mogelijk weer op poten te krijgen voor de Afghaanse bevolking. Als dat signaal krachtdadig wordt afgegeven door de meer dan 70 landen die daar aanwezig zijn, de internationale organisaties die er zijn, dan is dat ja, een enorme stap vooruit en zal dat zeker helpen. U bent nu een jaar in functie. Wat gaat u doen na deze baan? Nou, allereerst is er nog helemaal geen sprake van dat ik van deze baan afga. Om het zo maar te zeggen, ik ben nog wel van plan om het een tijdje te doen. En komt tijd, komt raad. Maar in eerste instantie zal ik zeggen dat ik gewoon tijd neem voor privé en echt even helemaal niets. Duidelijk. Wie was de eerste zwarte presidentskandidaat van de Verenigde Staten, weet u dat? Als ik het goed heb, Jesse Jackson. Heel goed. Hij is volgende week onze gast in College Tour. America is essentially a dream. Jesse Jackson, volgende week te gast in Rotterdam in dit programma, in College Tour. Wil je nog opgeven, stuur ons dan een e-mail via college.tour@nps.nl. En ook reacties op deze uitzending, ook allemaal naar dat e-mailadres. En generaal Van Uhm, ontzettend bedankt dat u hier wilde zijn met de studenten van de Universiteit van Groningen en met uw eigen mensen hier in de zaal. Heel erg bedankt. En u bedankt voor de gelegenheid. Beachy.